Mijn naam is Niel van der Drift en ik ben op tour geweest in China met mijn eigen groep. En we zijn daar 5 weken onderweg geweest om daar 20 shows te verzorgen. Als je bedenkt dat Chinezen nogal stipt zijn in tijd en heel de reis lang alles goed gaat rondom vervoer, dan zul je natuurlijk zien dat de terugreis een fiasco wordt. Nou, Niel. Nou, daar zijn we dan, Beijing. Ja. Waarschijnlijk nog wat langer dan gedacht. Ja, we hadden gehoopt in 1,5 uur weg te zijn. Maar dat gaat er helaas niet meer in. Nee. We hebben het vliegtuig op precies 5 minuten gemist, denk ik. Ja. Ja, lekker kut dus. Maar goed, ze moeten maar iets regelen. Wordt vervolgd. We moesten vanaf Shanghai naar Beijing vliegen. En dan zouden we vanaf Beijing naar Düsseldorf vliegen. Nou hadden we 3 uur overstaptijd in Beijing. Maar ook precies 3 uur vertraging in Shanghai. En het was met dezelfde maatschappij. Dus we hebben ook laten checken van, joh, hè, gaat dat goed komen? Ja, nee, ze houden het vliegtuig voor jullie tegen. En zodra jullie uitstappen, staan de mensen voor jullie klaar om jullie op te vangen en naar het vliegtuig te begeleiden. En toen waren we geland. En tuurlijk, het vliegtuig was, nou, ik denk 10, 15 minuten daarvoor vertrokken. Okay. During that time, I stay here and then we have a little chat. Is that okay? Yeah. That's okay, yeah? Yes. So, after that early, that's possible. Uh-huh. Okay. Yeah. Okay. Nou, dit is dus de bagageband. Dat is 15 minuten lopen. Oh, je bent aan het filmen. Nou, dames en heren, ik ben helemaal in mijn element. Want om de druk besteed ik het beste. We gaan het regelen. Het komt helemaal goed. Keep smiling. Yes? Okay. Ja. Dus, keep smiling. Keep smiling like this. Yes, high quality, next level. Sessie. Ik kan het even uitleggen. We gaan om 10:50 vertrekken we hier. Dan zijn we om 5:30 in München. Local time. En dan pakken we Lufthansa van München om 8:40. Ja. Wat de consternatie allemaal. En wij gaan geld wisselen en dat mag maximaal 3000 yen per persoon zijn. Dus wij dachten, dan geven we allemaal ons paspoort aan Niel, dan lopen we mee en dan doen we dat. Maar we krijgen nu allemaal een apart nummertje. We moeten allemaal apart naar de balie komen. Zo, allemaal apart 3000 yen per persoon. En dat vinden we heel stom, vinden we dat. Er wordt voor je bepaald hoe laat je opstaat, er wordt voor je bepaald hoe laat je in de bus moet zitten en er wordt voor je bepaald hoe laat je avond eet. Dus heel je ritme wordt gewoon bepaald door anderen. En dit is ergens heel ontspannend, want je hoeft helemaal geen eigen keuze te maken. En als je gewoon zorgt dat je op tijd bent, op het moment dat het verwacht wordt en je doet je ding, dan komt het allemaal goed. Maar thuis moet je gewoon je eigen ritme weer vinden en gewoon dat je weer zelf je eten moet klaarmaken, maar ook bepaalt wanneer je eet en hoeveel je eet. En hoe je je dag inricht en al die dingen bij elkaar, dat was wel even omschakelen. Al met al is het wel echt een te gekke ervaring geweest natuurlijk. Dat vooropstellen. Ik bedoel, hoe vaak krijg je de kans om met je eigen groep en eigen muziek 5 weken op tour te gaan en dan ook nog in fucking China. Dat is echt super tof en ik zou morgen weer in het vliegtuig stappen en het nog een keer doen. Dat is echt een waanzinnige ervaring. Give your heart some space. Though the words are unspoken, it tells you how to trace them. Go away, follow your daydream. Use your map of hope. With your eyes of the future, you discover hope in the eyes.